Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag deel 2 van het organiseren van mijn spullen. Ik werd gewoon heel onrustig van, ja, met dat thuiswerken ben je gewoon de hele tijd je bewust, zeg maar, van je eigen huis. En op zich hebben wij een heel netjes en opgeruimd huis, maar als je een kast open doet, dan denk je dat kan beter. Daar ben ik mee bezig, daar heb ik al een video over opgenomen. Ik zal hem hieronder ook even linken en hierbovenaan. Maar daar ga ik nu verder met deel 2. Ik ben nu bezig met zo'n la. Ik zit het Nederlandse woord te zoeken, maar dat noemen ze volgens mij in het Engels, zeg maar, miscellaneous stuff. Zeg maar van die rommel die geen plek heeft, maar wel een plek moet krijgen. We hebben een la in de keuken waar, zeg maar, de instructieboekjes, hè, want bijvoorbeeld mijn oom past hier natuurlijk wel eens op de kat als wij weg zijn. Dan zitten er gewoon de instructieboekjes van de oven en de koek. Zo zitten allemaal, mijn koekjes snap je wel, maar oven, magnetron, dat soort dingen zitten erin. Maar daar doe ik bijvoorbeeld ook van die briefjes in. Als, zeg maar, een pakketje hebt weggebracht, zeg maar. En dan krijg je zo'n bewijsje, zeg maar. Dat doe ik daar ook in. De postzegels. Dingen, ja. Handleidingen, bonnen. Postzegels zijn volgens mij al. Schroeven van het een of ander, weet ik niet waarom die daar liggen. Dingen van fietsjes van de kinderen, nou, echt placemats van alles. Dus dat ben ik aan het opruimen. Wat ik nu aan het doen ben, ik heb dat er allemaal uitgehaald. En zeg maar de keukenhandleiding en zo, die laat ik natuurlijk in zitten. Want dat is logisch, want daar... daar is de la voor, hè, voor die handleidingen waar ik ben. Dus ik heb daar ook altijd allemaal garantiebewijzen in zitten. En die ben ik nu in een map aan het doen. Ik had toevallig zo'n map nog liggen met van die insteekhoesen. Dus daar ben ik nu alles aan het indoen qua garantie. Ik ben de... Oh, dit is ook leuk. Dit hoort bij die stopcontactdingen. Ik ben, zeg maar, al die briefjes, ja, deze komt, deze van juli 2020. Ik denk niet dat we die nog nodig hebben. Dus dat ben ik ook even aan het opruimen. Mei 2020, wat hebben we hier ook, mei 2020. Juni 2020, ja, weet je, dat is allemaal inmiddels al weer terug, zeg maar. Dus dat hebben we allemaal niet meer nodig. En dat geld gaat bijvoorbeeld voor deze pakbonnen van de Hennis. Die bewaar ik dan om een of andere reden. Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus dat ben ik even aan het opruimen. En dan hoop ik straks een mooi geheel te hebben. Verder ga ik morgen naar de IKEA. Want zoals je in de vorige video kon zien, heb ik kasten opgeruimd. En van mezelf en van Sven. Waarom kraakt de boer zo? En daar heb ik, zeg maar, nu... Dat heb ik allemaal geordend. Alleen, ja, bepaalde dingen... Ik ben niet helemaal KonMari als in dat ik echt alles in bakjes ga doen. En het KonMari ga opvouwen. En dan zo'n bakje uit een kast trek. Dat, ben ik, dat gaat me net te ver. Ik heb trouwens wel... Bij mijn ondergoed heb ik wel KonMari gevouwen. Daar word ik echt heel blij van iedere keer als ik in die la kijk. Dus eigenlijk is het heel gek dat ik dan de rest niet doe. Maar dat is, zeg maar, een la. Dus die trek ik al uit. Maar, zeg maar, het lijkt me heel irritant. Nu heb ik mijn shirt gewoon opgestapt. En dan zie ik gewoon in één oogopslag welke shirt ik heb. Bij KonMari zou ik het dus in een bak moeten. En die bak eruit trekken. Nou, dan ben ik dat... Nee. Dus dat doe ik niet. Maar ik heb mijn plank met pyjama's en sportkleding. Ja, dat, weet je, pyjama's, dat zijn vaak van die silky dingen. Zo dat glijdt en dat doet allemaal. Het is één grote rommel. Daar heb ik gewoon geen overzicht. En, zeg maar, de stapeltjes zijn een stuk kleiner. Dus ik dacht, en dat is ook niet... Ik bedoel, ik pak niet elke dag een schone pyjama. Ik weet niet wie het wel doet. Sorry als ik daarin heel ranzig ben, maar dat doe ik dus niet. Dus daar wil ik gewoon een klein beetje bakjes voor hebben. Dat ik dat wel à la KonMari gewoon netjes kan doen. En dan heb ik voor Sven een heel vak leeggemaakt. Dat zag je ook in de vorige video. Dus daar ga ik morgen even voor naar de IKEA. Inclusief een plank. En ik had nog bedacht dat ik ergens nog een plank voor nodig heb. Volgens mij voor de kast daar. Maar ik moet eerst even kijken hoe ik hem dan precies wil inrichten. Dat heb ik laatste keer bedacht. Maar dat heb ik in mijn bed bedacht. Dus ik moet nog even praktisch zien hoe dat werkt. Heel vaak bedenk ik dit soort dingen s'avonds laat. Dan denk ik, hoe kan het nou beter? Nou goed, dat dus. Dus ja, ik neem jullie de komende tijd weer mee. Maar ik ga jullie nu eerst laten zien hoe ik die la ga fixen. Ik ben dus het voorbeeld vergeten te filmen. Maar ja, er staat ook overal mijn adres op en zo. Dus dat is een beetje ingewikkeld. Maar ik ga het nabeeld wel laten zien.
Nou, de la is geordend. Voor zover zoiets geordend kan zijn. Maar ik heb dus hier alles. Mijn bonnetjes en zo in zitten. Gebruiksaanwijzingen. Dus zo, ja, de bewaarmap. Hè, dat bewaar je dan. Dit zijn dus alles voor fietsen en zo. Maar dat is gewoon, ik weet gewoon waar dit ligt. Dit zit in mijn systeem. Nou ja, hier postzegels en dat soort dingen. De kinderbeveiliging, de uithaal unit. En dan gaat hier overheen gaan de placemats. Zo. Hoppatee. Ik zeg je eerlijk, dit is niet het meest satisfying laadje wat ik heb gedaan. Want ja, dit krijg je gewoon niet echt netjes. Ja, ik weet niet, tenminste, ik krijg het niet echt netjes. Ik heb net ook even mijn werk van de vorige keer aan Sven laten zien. Deze. En deze. En daar was hij ook wel heel blij mee. Dus dat is fijn. Misschien nog wel even goed om te zeggen is dat deze video net als de vorige gewoon een aan elkaar geplakt geheel wordt van verschillende momenten dat ik aan het opruimen ben. Dit weekend kan ik toevallig veel doen omdat de kids er niet zijn. Maar normaal doe ik het natuurlijk allemaal in de avonden en in de weekenden tussen de slaapjes en dat soort dingen. Dus het is altijd een beetje behelpen. Maar goed, dit weekend heb ik wat meer tijd, maar ik neem er gewoon steeds stukjes mee. Ik was al begonnen met leeghalen, maar hier staat wasmeel en zo. Maar er staan ook schoenen van Sven, die moeten gewoon bij de schoenen. Dus ik ga het even leeghalen en weer even een beetje netjes maken. Zodat ik niet steeds alles naar beneden kom zeulen als ik het gewoon zo aanschuiven is. Dus ik ga dat even doen. Het is niet heel erg rommelig, maar dit was wel rommelig. Omdat dus die schoenen erbij stonden. En ik moet zeggen, die buis die hing ineens zo zeg maar omlaag. Dus die heeft Sven daar nu ingelegd. Volgens mij is dat prima. Dan kan ik er ook weer bij, zeg maar. Sorry voor het gaat trouwens, want de droger staat aan. Maar ik heb dus nu vier... Is goed, ja. Vier pakken wit wasmiddel. Maar goed, het zijn allemaal halve, dus ik ga het overgieten. Dan hebben we weer wat minder zooi staan. Beter. Ik kom net terug van de IKEA. En ik dacht, laat meteen even zien wat ik heb gekocht. Nou, allereerst een plank. Die ga ik niet optillen, maar gewoon een plank voor de pakskast. Zo'n complementplank. Dan heb ik de Scup. Deze. En nou, ik ga hem straks uitpakken, maar dat is zo'n bak, zeg maar, met een rits erop. En daar wil ik dan beddengoed en zo wat daar bovenin ligt in doen. Zodat je het zeg maar als geheel eruit pakt in plaats van dat je iets eruit pakt en dat zeg maar de hele kast naar beneden komt. Daar heb ik er twee van. De donkergrijs dan gedaan. Dat vond ik toch wel mooi bij de kast staan. Dan heb ik voor de kast van Sven, vond ik heel lastig, maar ik heb uiteindelijk de Chena gedaan. En dan de lagen. Dus deze is 10 centimeter hoog. En dan heb ik de complementbakken. Dat zijn van die filterbakken en die wil ik dus voor mijn pyjamas en zo gaan gebruiken. Dit is trouwens een tip. Dit moet je, zeg maar als je bij pakskasten bent, moet je opschrijven in welke stelling ze liggen. Want die liggen dus niet daar. Die liggen, ik dacht die liggen gewoon bij het opbergen. Maar gelukkig had ik er een foto van gemaakt. Van zeg maar de maat die ik dan wilde. Want ik stond bij zo'n pakskast te kijken. En daar stond op in welke stellingnummer ik moest pakken. Anders was het heel vervelend geworden. En die heb ik in twee maten. Dus laten we aan de slag gaan. Nou, ik ga eerst die plank hier maken. En ik denk dat ik hem gewoon in het midden doe. Dat vind ik het meest pleasing voor de eye. Zit erin. Dan zet ik de dozen neer. En dan moet Sven straks even helpen met uitzoeken. Ik twijfel alsof ik ze zo doe. Dan komen we nog wat naast. Of dat je ze zo doet. Het staat natuurlijk wel mooier, maar... Nou, even kijken. Oké, ik heb nu, ja, hier komen dan die supplementen allemaal in. Daarachter heb ik ze wielrenspullen neergelegd en voetbalschoenen. En dan hieronder zijn andere, zeg maar, zijn gewichten en zijn, zeg maar, zijn thuissportspullen. En hier nog wat triathlon dingen. En daarachter ook nog meer wielrenspullen. Die stonden ook boven bij mij in de kast. En nu staat gewoon al zijn sport bijeen. Dus dat leek mij heel handig.
Kijk of hij er straks ook zo over denkt. Hij is nu een half marathon aan het rollen, dus. Maar goed, bijvoorbeeld zijn hardloopspullen. Ja, hij loopt zo vaak hard, die hangen ergens anders. Maar dit zijn zeg maar, je doet niet elke dag een triathlon, dus dat kan gewoon hier liggen. Dus nu ga ik verder met mijn deel. Maar begin met het leukste, toch? Ik heb nu ook helemaal dat Get Organized te kijken op Netflix. Heerlijk. Ik ben gewoon helemaal in de sfeer. Ja, zij doen zeg maar heel veel in van die plastic bakjes en zo. En allemaal regenboogkleuren en ik weet het allemaal niet. Ik vind het juist lekker als niet alles even goed in het zicht is. Want ik hou gewoon van rust in het beeld. Maar het is wel gewoon heerlijk om ja, dit soort dingen te kijken. Om een beetje ja, in de mood te blijven. En ook gewoon op YouTube gewoon van die filmpjes dat iemand zijn kast Kumari aan het opruimen is. Zo. Ik hou ervan. Nou, heel groot papier. Ik ga het even in een doos omtoveren. Ik moet er wat lager in zetten, zodat je wel ziet. Oké, nou wil ik dit dus in die bakjes gaan doen. Maar dan moet ik nog even kijken hoe ik dat precies ga doen en hoe ik ze wil neerzetten. Dus dan ga ik even puzzelen. Oké, dit is het. Ik kwam er toch op uit dat ik dit dan maar Kumari ging opvouwen. Sportkleren niet. Geen kracht voor. En ook zeg maar die maten zijn zo onhandig verschillend. Want het zijn shirtjes, het zijn topjes, gewoon zeg maar met blote schouders, hoe heet dat? Gewoon tanktops, broeken, sportvest, weet je, het slaat helemaal nergens op. Dus ik dacht, ik doe het gewoon zo, want ik heb het nu gewoon van winter naar zomer. Tenminste, nou dat klopt niet helemaal, maar ik heb het van zeg maar wat ik veel draag naar wat ik minder draag nu zeg maar neergelegd. Daarachter heb ik ook nog pyjama's liggen. En daar zomerpyjama's. Maar zeg maar deze zijn eigenlijk degene die ik het meest aan heb. En deze. Ik denk dat ik deze even ruil met een ander bakje. Maar goed. Ik dacht van ik vind het. Eigenlijk zou ik dus nog twee bakjes moeten hebben. Eén zo in en één zo in. Die heb ik ook nog wel. Maar ik wil eigenlijk in mijn andere kast ook nog wat doen. Dus ik ga het eerst even zo doen. En zeg maar voor het oog is het al heel prettig. Nou, lekker. Correctie. Ik heb eerst nog even hier van alles uit de kast gegooid. Wat hier nog ligt. Eerst dat even opruimen. En ik wil natuurlijk dat daarboven ook nog doen. Ik vond nog een zwart bakje. Dus dat is top. Die vind ik er mooier bij staan. Ik heb hier al die paarse. Er zitten nog een paar leggings in. Dat kan weg. En hier, dit is allemaal beddengoed. Maar daar ligt ook. Dus ik denk dat ik toch maar eerst met die bak aan de bovenkant aan de slag ga. Want hoeveel beddengoed heb je nodig? We hebben gewoon ons standaard beddengoed liggen. En ik vind het wel handig om één extra setje te hebben, maar hoef op zich niet heel veel extra. En ik denk zelfs, ik durf bijna niet te zeggen, we wonen hier nu een jaar of 8, 9. Ik denk zelfs dat er nog beddengoed van mijn vorige bed bij ligt. Maar dat past niet eens, want zeg maar, we hebben nu een heel lang bed, omdat Sven heel lang is. En mijn vorige bed was dat niet, dus maak er eerst even wat drinken. Ik ben tot de conclusie gekomen dat voor die bovenste kasten het toch een beetje te krap wordt om dat tussen die kasten allemaal te gaan doen. Dus ik ga even in de woonkamer zitten. Ik heb de scups gemaakt. Hier staan ze. En dan ga ik nu alle spullen pakken. Hou op met me, echt waar. Hoe dan? Dit is dus zeg maar heel veel beddengoed. Geen idee. We hebben zeg maar gewoon beddengoed erop liggen. Dus één extra setje lijkt mij prima. Verder liggen hier allemaal oude handdoeken. Dat niet meer nodig. En dan hebben we hier beddengoed. Ik heb gewoon één setje voor ons. Dus we hebben 4 kussens. Dus kussenslopen, dekbed overtrek, matrasbeschermer en gewoon een hoeslaken. Dan heb ik nog één setje kussenslopen en een overtrekje extra. Voor gasten. En dan kan ik dicht. Oh, mensen. Tent. En dan heb ik hier onze strandhanddoeken. Ik heb die grote ook bewaard. Want ja, je weet het niet.
Wij zijn zeg maar allebei wel categorie heel leuk het strand, maar dan willen we hele grote handdoeken hebben. Dus ik dacht wel van ja, het zou zomaar kunnen dat we dit jaar niet echt op vakantie gaan. Misschien wel gewoon een paar keer naar het strand, omdat we natuurlijk een huis hebben gekocht. En dan is zo'n grote handdoek wel heel lekker. Dus die laat ik gewoon lekker erin zitten. Het past prima. En dan heb ik onze vakantiehanddoeken en onze kleinere strandhanddoeken, zeg maar. Dus die gaat ook dicht. Kijk nou. En daar staan ze dus. En wat ik nou zo fijn vind, is dat ik ze nu zelf ook zonder krukje gewoon uit kan pakken aan die hengsels. Normaal moet ik altijd Sven vragen of een krukje pakken. Top. En ook deze is klaar. Ja, die bovenkant is al een beetje leeg. Maar daar hoef ik ook nu even niks mee. Die is dus nu ook leeg. Ook heerlijk. Hier heb ik nog een bakje met BH's. Shapewear, riemen. En zeg maar een soort thuis BH. Dus ja. Ik geloof dat ik klaar ben voor nu met de kast. En daarmee sluit ik deze video ook weer af. Er gaat nog veel meer opgeruimd worden. Maar dat zijn misschien steeds allemaal kleine plukjes. Dus misschien dat ik dat wel weer ga filmen. Misschien ook niet. Op dit moment zijn we heel druk bezig met opruimen. Want ja, ons huis gaat natuurlijk ook verkocht worden, hopelijk. Dus ja, daarvoor moeten we ook gewoon, willen we ook heel veel opruimen. Echt eventjes lekker de bezem erdoor. Dat scheelt gewoon. Dus ja, daar ga ik gewoon mee door. Maar ik denk dat het steeds wat kleinere projectjes zijn. Dus laat ook eventjes hieronder weten of jullie dat wel leuk vinden. Want ik heb natuurlijk nu al een aantal grote dingen gedaan. Niet alles op camera, maar bijvoorbeeld de kinderkasten. Nou ja, mijn kast dan grotendeels. Waar ik trouwens toch alweer een sanering voel aankomen. Dat ik zoiets heb van ja, zoveel kleren. En ja, hoe groot is de kans dat we ooit nog teruggaan naar een wereld waarin we 4 dagen, 5 dagen per week naar kantoor gaan. En ja, ik weet het niet. Ik weet het niet in ieder geval. Maar ja, dus ik voel nog een flinke. Er komt sowieso. Ga ik nog even opruimen. Maar de vraag is of jullie het leuk vinden om te zien. Ik heb tussendoor ook andere dingen opgeruimd. Zoals keukenkastjes en dat soort ongein. Ja, laat maar weten. Wat vinden jullie leuk om te zien? Want ja, vind je het leuk als ik allemaal kleine plukjes film van onsamenhangende dingen? Of zeg je nou, Karin, we hebben de inspiratie te pakken. Nou, laat even weten. En voor nu super bedankt voor het kijken. En heel graag tot snel bij een nieuwe video.